pas op, ik even smak. Ja. Ja, ik krijg mijn tenen krullen daar soms een beetje van. Hè. Van? Ja, van dat gebabbel. En dat, wij zijn ondernemers ondertussen. Ik ben 10 jaar bezig. En ik zie het alleen maar achteruit gaan. Mm-hmm. En dat gebabbel en dat samenhorigheidsgevoel enzovoort. Ik ben daar allemaal voor. Want ik ben in de eerste plaats een mens, maar ik ben ook een beetje een ondernemer. En ik zie dat niet goed aflopen. Nee, je wil meer daden. Ja, ja, maar daadkracht is moeilijk. Hè, ja, ik vind dat de politieke partijen op dit ogenblik allemaal een beetje aan antipolitiek doen. He, dus het is ene met een verhaal en de rest is tegen dat verhaal. He, dat we daar eerlijk over zijn. Maar ondertussen zitten wij hier wel en zijn ik wel aan het ondernemen. En zijn, want wij zijn nu bijvoorbeeld, ik ga praktisch zijn en ik wil daar niet populistisch mee zijn. Ik ben in de staat om te zeggen, oké, wat gaan we doen met onze zaak? Gaan we een tweede open doen? We zouden 30 mensen kunnen bij aanpakken. Ik doe dat niet. Ik weiger. Ik durf dat niet. Op dit ogenblik is dat onmogelijk. Dus ik vind dat wel tof, hè, G1000. En ik vind dat wel tof, solidariteit en democratie. Maar kom aan, het is wel een moment. Ik ben het niet eens met wat Jeroen zegt. Het heeft inderdaad te maken met wantrouwen. En een klimaat realiseren waar dat er terug vertrouwen is in elkaar. Maar... ik vind niet dat de politiek, dat alleen economische activering vandaag belangrijk is. Ik geloof niet, dat is belangrijk. En er is geen enkele politieke partij die niet keihard wil gaan voor meer kansen voor ondernemen en dergelijke meer. Maar daarnaast zijn er nog andere vormen van activeren. Cultureel activeren, sociaal activeren. En dat gaat inderdaad over de keuze. Wilt je dat alleen doen? 20 jaar wordt er al tegen ons gezegd. Als je alleen voor jezelf zorgt, dan komt je. Dat is bullshit. Dat is een leugen. Dat is een leugen dat aan de mensen wordt verteld. Helemaal het is, we gaan maar, Jeroen, dat we gaan maar samen vooruit. Nee, we gaan alleen maar vooruit maar als we met z'n allen vooruit maar gaan. Ik vind er de rijken worden daar beter van en de armen worden daar beter van. Ik ben de eerste om daarmee akkoord te gaan. Mijn sociaal-democratisch hart is groot. Ja, maar dat wordt te weinig gezegd. Ik ben daar helemaal mee eens. En ik zal altijd kiezen voor... de verpleegster die mijn zoon op de wereld heeft gezet, sowieso. En ik zal er altijd mijn steen voor willen bijdragen, sowieso. Maar je moet mij de kans geven om mijn steen te kunnen bijdragen. Want als je een koe melkt en geen gras geeft, dan komt er geen melk niet meer uit na verloop van tijd. Ach, ja. En dat is een beetje... Daar moeten we gewoon voorzichtig in zijn. Ja. Maar ja, natuurlijk, je moet respect hebben voor het werk dat dan iedereen doet. Ik kom weer op dat woord respect. Hè. Maar dat is geven waar. En nemen, graag. Maar zo doen alsof wij zitten met de zwaarste belastingen, we werken constant voor de samenleving. We zitten ook met een samenleving die veel meer doet dan andere landen. Want die landen waar dat er weinig belastingen worden betaald, hè, Roemenië, Bulgarije, noem maar op, ik wil daar niet naartoe. Hè. Wie wel? Ik wil nog even, respect zegt u, ik wil nog even terug naar de G1000. Ja, want die komt helemaal in de finale fase. Ja, maar dat heeft er allemaal mee te maken. Maar hoe zit het met respect voor de politici voor dat... project. Welke hoor je van collega's die daar benieuwd naar zijn en die dat willen opvolgen? Want er is ook heel wat, er is ook wat meewarig over gedaan. Dat is echt aanwezig. En ik hoef dat niet onder stoelen of banken te steken. En dat heeft ook te maken met het feit dat de meeste politici zeggen... De mensen willen niet dat we te veel praten. Ze willen daden van ons. Een beetje wat jij zegt, hè, Jeroen. Ja, maar... en dat wordt als argument tegen... investeren in directe democratie gedaan. Ja, maar ik geloof wel dat de beslissingen beter gaan worden als we beter luisteren. En niet alleen luisteren, samen praten. Waar ik het eigenlijk een beetje over heb, en dat is gedaan. En ik geloof absoluut, en ik geef dat ook toe, dat een vorige generatie en een generatie daarvoor zich daaraan vergrepen heeft. Maar wij worden ook zo'n beetje bekeken als ondernemers. Oh, dikke bakken, dit en dat. Het is wel zo dat ik een beetje word tegengehouden in mijn absolute motivatie om te ondernemen. Omdat ik er schrik voor heb, angst. We voelen het hier ook.